Ralf, is het nou zo dat als het inderdaad koud is in de winter, dat je dan ook meer eet dan in de zomer, of niet? Ja, dat is zo. Dat zou je niet zeggen, maar je lichaam heeft meer energie nodig, hè? Ja. Dus je gaat automatisch meer eten in de winter. Ja. Maar je verbrandt ook meer. Wat ga jij maken hier voor de schaatsers? Ik ga een kalkoen maken. Ik ga schaatsen en ik ga kijken of de mensen hier ook in de winter aan met de barbecue. Ja. Goed, ik ga naar gang. Zie elkaar. Ik heb nu gekozen voor pro-coco briketten. Dat zijn briketten die gemaakt worden van kokosschillen. Die kokosschillen die worden eerst verkoold en die worden dan met een speciaal bindmiddel zeg maar, bij elkaar gehouden. En het voordeel is van deze dat ze dus eigenlijk geurloos zijn. Dus we krijgen geen nare geurtjes of iets dergelijks in ons gerechtje zometeen. En deze branden minimaal 3 uur heel mooi gelijkmatig op een constante temperatuur. Dus dat is een enorm voordeel van briketten natuurlijk. En ik ben eigenlijk mijn eigen firestartertje nu aan het bouwen van briketjes. Hier gaat een soort van Venturi-effect gaat er nou ontstaan. Een soort van schoorsteen-effect. En de truc is natuurlijk om ze niet te laten vallen, hè? Nou, en briketjes zijn natuurlijk, deze briketjes zijn natuurlijk ecologisch. Dat wil zeggen, ze gebruiken de kokosnoten die toch wel groeien. Je hoeft daar geen bomen voor te kappen. Dus we zijn gewoon goed bezig. En geen ellende van diesel en dat soort chemicaliën die ze gebruiken om al houtskool aan de gang te krijgen überhaupt. Hè? Barbecue je wel eens? Nee, ik ben vegetarisch. Oké, maar dan kun je nog steeds barbecue. Barbecue wel eens. Barbecue in de winter, ik zou het je aanraden. Ja, nou, klinkt goed hoor. En met groenten dan. En hier is hij dan. De kalkoen. Het is een kilootje of 4 is die groot. Nou, die kalkoen die moet natuurlijk eerst lekker op smaak gaan maken. Dat doen we door middel van een lekkere rub. En ik heb gekozen om toch een klein beetje dat kipverhaal terug te laten komen voor de Beer Can Chicken Rub. Nou, die ga ik dus onder de huid wrijven, over de huid. En we gaan een mooie vulling maken, ook dat nog. En die borstfilets, die zijn als eerste gaar en die zijn ook heel snel droog. Dus die ga ik injecteren met wat gesmolten boter. Dat is wel het mooie van deze barbecue, moet ik zeggen. Het is echt wel ideaal. Er zit een extra rand tussen, standaard al. Zodat je ook een kalkoen van 9 kilo erop kan, zonder dus dat het deksel ook nog dicht kan. Wat is zo leuk aan een winterbarbecue? Ik denk de sfeer. De sfeer dat je toch een zomerse sfeer creëert. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja. De volgende stap is het op smaak maken, het kruiden en het vullen eigenlijk van het gehakt. Dat gaan we ook nog eventjes voorgaren. Daar doe ik wat lemon en pepper kruiden bij. Wat walnootjes bij. Dus ik vul hem met boerenjongens. Boerenjongens zijn eigenlijk rozijnen in een brandewijnvulling. Boerenmeiden zijn er ook. Mijn voorkeur. Zo, ik leg het gehakt nou op het cederhouten plankje, rechtstreeks boven de briketten. Dat cederhout dat gaat een klein beetje roken. Het gaat een beetje rooksmaak afgeven. Een minuutje of 10 alles bij elkaar, misschien 15, maar ik denk 10 minuutjes. Nou, in de laatste fase van de voorbereiding is eigenlijk een ovenschaal vullen met wat grof gesneden groenten. Dan gaan we een soort van bouillonnetje maken, dat is lekker straks erbij, die lekker gegaarde groenten. Maar het geeft ook een beetje stoom. Nou, we drukken het gehakt als laatste even goed aan. De temperatuur is nu ongeveer 110, 115 graden. En die willen we dadelijk iets omlaag hebben. Ik zet allereerst onze kalkoen erin, in het midden. Zodat aan beide kanten zeg maar, de warmte er goed overheen kan. Deksel gesloten. Nou, dit is de asbak die eigenlijk alle as opvangt. Maar daarmee kan ik ook de temperatuur regelen. De hoeveelheid zuurstof kan ik toevoegen. En ik zet hem op het kleinste standje. Dat betekent weinig zuurstof toevoegen. En dat betekent dat ik een hele lange periode een hele lage temperatuur kan handhaven. En dat is precies wat ik wil nu. Ik hoor heel veel mensen zeggen van ja, het is koud. En, maar ja, het is hier ook koud. En je hebt toch ook gewoon een jas aan? Kan met barbecue ook. We doen gewoon een paar van die warmtepalen. We doen een paar van die vuurkorven aan en je barbecue lekker buiten, toch? Kijk eens, Koert. Ja, zo. Nou, dat ziet er heerlijk uit. Alleen, ik heb heel wat mensen kalkoen beloofd. Ja. Maar, Ja, het heeft tijd nodig, hè, zo'n beestje, hè? Het recept is na te lezen op rtl.nl/ikbarbecue voor jou. Zo, jongen. Tijd.